Ben jij dan die sterke vrouw achter die ene man? Ook, jazeker. Denk het wel, maar bij ons is het natuurlijk een ander verhaal. Wij zijn echt met z'n twee aan de voorkant. Dus Kees en ik hebben eigenlijk altijd bedrijven, zijn we altijd het gezicht geweest van ons kabinet. Maar we hadden wel één ding voor ogen. En Kees was natuurlijk 21, toen was hij natuurlijk al tweede open kerel, een sommelier bij Chalet Royal. Toen was hij nog zo jong. En toen hij 25 was, begon hij hier. Dus ja, die ambitie van en er ergens voor gaan, dat dit in Kees zeker. Die heeft echt dat hele goede ondernemerschap. Jullie als horeca, je moet dan zoveel dingen voldoen om uiteindelijk toch te kunnen. Dan heb ik het niet alleen over alles wat je moet afdragen voor je personeel. Want ja, het is wel leuk dat iemand werkt. En die jongen die verdient dan 5, 6, 7, 8, 9 euro per uur. Maar daarachter hangt nog een hele berg kosten aan voordat hij uiteindelijk hier zijn ding kan doen. Daar denken ze allemaal niet over na. Het moet allemaal verdiend worden. Zijn die regels te groot? Nee, ik doe daar de administratie bij. Die doe ik ook zelf. En het zijn er nogal wat, ja. En wat mij het meeste verbaast is nu nog steeds in de moeilijke tijden van ondernemen. Dat wij, wat je eigenlijk ziet gebeuren, dus wat mijn ervaring is, is dat wij onze prijzen gelijk stabiliseren door heel lang. Zelfs naar beneden gaan. Maar dat leveranciers en de overheid en die kosten blijven allemaal stijgen. Ja. Dus het wordt heel erg moeilijk, vind ik. Dus het wordt heel erg moeilijk om te zeggen van goh, ik blijf met al die mooie producten werken. Maar ja, als jouw leveranciers denken van ja, maar ja, het is allemaal weer duurder geworden. Of ja, er is weer wat gebeurd. En dat is altijd in de eerste week van januari komen de eerste brieven binnen van alles is met 3% omhoog gegaan. Ja. Maar jullie niet. Ja, maar als wij dat ook gaan doen, dan zeggen ze, maar wij krijgen de klappen van luister, we hebben daar gegeten, weet je wat er nou voor moet betalen? Nee. En dan proberen wij dan toch met een goede kwaliteit en met een goede ambiance toch een goede maaltijd neer te zetten die betaalbaar is. Maar goed, we hebben natuurlijk ook wel de tijd gehad, maar kijk even naar de euro. En ik zeg niet dat dat bij jullie is gebeurd, maar dat de tendens in Nederland was, van, ja, dat is leuk, eerst kostte een kopje koffie 2 euro en dan kost je 1,80 euro. 2 gulden, 1,80 euro of 1,50 euro. Daar is ook een stukje genomen. Dat is de algemene tendens geweest in Nederland. Ja. Nou, ik denk dat dat toch wel een klein beetje. Ik denk dat het wel meevalt. Toen wij de laatste biertje dronken in de guldentijd, kostte het in guldens kostte het 2 gulden 75 of 3 gulden een glas bier. Hmm. En dat is teruggebracht toen naar 1,65 euro in de bars, in de kroeg. Dus ik weet niet of het nou één wil zeggen van luister, we hebben het allemaal gelijk getrokken. Dat is, weten de mensen nog wel in de gulden tijd wat toen iets kostte? Nee. Denk ik niet. Nee. Nee, is het al. Nee, denk ik niet. En wat we. Is te ver weg, ja. Is te ver weg. Je merkt dat mensen meer zijn gaan genieten van het uit eten. Ja. Het. Vroeger. Ik zat al jaren toen terug. Je begon. Ik zat al jaren terug. Had je een niveau mensen die gingen bij regelmaat uit eten. En je had een niveau mensen die gingen één keer per jaar uit eten. Omdat ze iets te vieren hadden. Uit eten gaan was een feest. Ja. Dat is het nu nog wel. Alleen dat feest is wat gewoontjes geworden. Ja. Dus je moet als restaurateur moet je dus steeds beter je best doen voor hetzelfde. Want anders wordt het te gewoon voor de gasten. Wij willen graag diverse niveaus handhaven. Want daarom heb je een brasserie en een fine dining. Ja. Dus je kunt kiezen van luister, we gaan vanavond een hapje eten gezellig. Of kom, we maken er een feestje van. Ja. Alle twee die keuzes die zijn er. Dus bij snoepen willen graag van meerdere walletjes snoepen. Ja. Maar wel met dezelfde kwaliteit. Ja. Met dezelfde ambacht, met dezelfde ambiance. Je hebt een hele range. Je kunt vanaf een bepaald niveau kun je eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. Uiteraard. Ja. En bij jullie. En ook als je zegt van nou, ik heb maar een bescheiden budget. Kun je daar toch nog. Je kunt onder de 75 euro met z'n tweeën makkelijk eten. Ja. Bij mij kun je in de bistro kun je daar goed voor eten. Ik heb natuurlijk vorig jaar op zonder 15 jaar. En toen een arrangement in ons kabinet van 150 euro voor 4 gasten. Ja. Dus dat was 37,50 euro per persoon. Daar kregen ze een glas prosecco voor. 3 gangen menu, 2 glazen wijn en een koffieservies compleet. Lekker met allerlei friandises. Ja, dat was natuurlijk een fantastisch arrangement. Ik bedoel, daar hou ik dus niet vol. Ik heb dat arrangement nu voor 200 euro, dus 50 euro per gast.
hebben ze helemaal een compleet verzorgde avond. Dat soort dingen die ik wel probeer te handhaven en te doen. Nou, kom jij aan de Kromvoortse Golf & Country Club te liggen. Hè? Daar komt een 18 holes golfbaan te liggen. Ja. Daar ga jij de vruchten van plukken? Of? Ja, dat is wel een insteek. Ja. Want dat is de doelstelling is dat het een onderdeel wordt van. Hè? Het parfait wordt een onderdeel van. Het zit ook al in de naam, hè? Par. Par, hè? Ja. Par one, par two. Maar wij zijn de laatste, dus parfait. Ja. Ja. Dus ja, het is natuurlijk zo. Kijk, we hebben een gezamenlijke baas. En, die doet de golf en die heeft ook, die is ook eigenaar van parfait. Oké. Okay. En het voordeel is natuurlijk dat de leden die daar gaan golven, ja, ook de vruchten kunnen plukken van parfait. Kom je nou straks bij die golfbaan? Ik denk dat deze nieuwe weg mogelijk voor jullie een heel mooi punt is om, om. Ja. Maar het heeft ook heel veel kommer en kwel gebracht. Ja, 3 jaar lang. 3 jaar lang? Ja, eerst A2 natuurlijk, hè, bijvoorbeeld. Ja. En toen 2 jaar natuurlijk gooiden ze daarbij de Isabel Kazerne gooiden ze dicht. Dus er was moest elke keer de TomTom navigatie gaf dat daaraan. Ja. En dus ja, dan strandde de gas daar op een gegeven moment. Nou, op een gegeven moment sloten ze de bossen weg af. Toen moest de gas helemaal via de N65 hier komen. Ja. Ik heb de mazzel gehad dat. Dankjewel. Wauw. Ik heb de mazzel gehad dat daar heel goed over. Ik heb er heel goed met de gemeente over kunnen praten. En zowel gemeente Den Bosch als gemeente Vught hebben toen borden geplaatst. En dat is natuurlijk wel heel iets bijzonders. De rest van ons kabinet is van de snelweg af, of zelfs op de snelweg hebben we gestaan, aangegeven met een goede leiding naar dit restaurant toe. En met een goede route naar dit restaurant toe. Ja, daar ben ik zo heel dankbaar voor. Want ook Kromvoort is natuurlijk een hele tijd van die buitenwereld afgesloten geweest. Ja, eigenlijk een jaar. Ja. En de straat moest veranderd worden, moest opnieuw nieuwe bestrating in en rioolwerkzaamheden. En achteraf heeft het gewoon een jaar geduurd. Dat is, Jullie wisten natuurlijk dat dit ging gebeuren. Het is een heel lang traject gehad. Ja, heel erg lang. Ja. En ook daar zit je maar te wachten totdat er uiteindelijk iets gebeurd is. Bij jou, word je dan van tevoren daarin gehoord? Van, ja, je krijgt, ik kan me voorstellen als je dan net je onderneming klaar hebt en helemaal piekfijn in orde. Dan in één keer blijkt dat die weg afgesloten wordt. Ja, dat is toch een aderlating, hè? Ja, nou, het is natuurlijk wel zo gegaan dat dat er iets moest gebeuren, dat wisten we. Dat wordt dus de vooraankondiging, luisteren ze gaan dit en wat werkzaamheden gebeuren. En er zou dus een periode van een x-aantal maanden zou dat dan duren. En dus achteraf heeft het een jaar geduurd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, we zijn wel steeds bereikbaar gebleven. Mm-hmm. Dus er is natuurlijk wel over nagedacht van luister eens, wij zijn een restaurant en we hebben natuurlijk, wij moeten onze. Dus het is wel meegedacht met de zon weer meegedacht. Wat hier ook is gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat we er geen last van hebben gehad. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Het is, de gasten moesten toch bij tijden ergens anders parkeren en dan door het zand heen sjoefelen om bij het restaurant te komen. Ja. En dat is niet de insteek van ons om zo onze gasten te ontvangen. Dus het is, het zijn dingen, daar kun je niet omheen. Maar als mensen er dat voor over hebben om bij jouw restaurant of bij jullie te komen eten, dan kan het niet anders zijn dat jullie eigenlijk top zijn. Nou, ja. Als jullie gasten dat voor jullie over hebben. Ja. En we hebben hier een prachtig bord voor ons. Ik ben heel erg benieuwd wat we nu krijgen. We hebben Helmut, mooi geroosterd. Met zoals je ziet Canadese kreeft erbij. Kokkeltjes, gebakken gambas. En de crème is gemaakt van schorsenier. Kijk eens. Ze maken een voorstelling. Dank je wel. Ja, nou en ook hier weer een heerlijke maaltijd krijgen we hier voorgeschoteld. Bij ons kabinet. Johan, voor jou natuurlijk geniet ervan. Zeker weten. Doe je ideeën mee op. En ik kan niks anders zeggen dat ik hier twee echte vakgenoten, en ik zie jullie ook genieten van jullie vak, hier aan tafel heb gehad. En ik wil jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Vertellen over jullie eigen business, jullie vak. Parfait. In Kromvoort. Ons kabinet. In Vught. Johan, Sabrina, dankjewel. En voor de kijkers van TV 73, hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dank u wel.